Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. En vandaag heb ik voor jullie een enge zondag die op een maandag wordt geüpload. Oh my fucking god, check die schaduw. Huh? Oké, dan. Ja, dat is een enge zondag. Dit was een spel dat was gesuggereerd door een vriend van mij genaamd Ramon. En die zei van, ja Melvin, download White Finger eens en speel dat eens. Of hij zei, nee, wat de vraag was van hem. Melvin, heb je al een spel voor enge zondag? En ik zei, nee, ik heb nog geen spel voor enge zondag. Dus toen zei hij van, Melvin, je moet dit spel eens proberen. Dus dat spel probeer ik nu. Je moet escapen volgens mij, dus... Ik loop met mijn hoofd tegen de paal aan. Oké, we kunnen dus gewoon rennen blijkbaar. Nou, we moeten dus escapen. Ik heb geen flauw idee waar ik heen moet rennen. Ik heb ook geen flauw... Oh my fucking god. Ik heb ook geen flauw idee of het, hoe het werkt, wat ik moet doen. Ik weet dat ik moet escapen. En dat is ook letterlijk alles dat ik weet van het hele spel. Ik vind dit wel een mooie deur om eruit te kunnen. The door is locked. Oké. Dus we moeten een sleutel vinden. Dus er is toch nog wel een doel in dit spel. Ik had echt verwacht dat dit gewoon zo'n spel zou zijn waarin je gewoon echt letterlijk één ding hebt en voor de rest helemaal niks kan vinden. Maar nee, we hebben dus wel een sleutel die we moeten vinden en ik heb White Finger. White Finger. Fuck man. Jezus Christus. Oké, er zit een man met een kennis achter me aan. Oh my fucking damn Dieter, god, alle Jezus Christus, holy shit, holy shit. Oké, we moeten dus een sleutel vinden die ik net al heel snel vond. We gaan nog één keer proberen of ik die sleutel kan vinden. En die muziek, dat was ook echt alle Jezus raar. Oh mijn fucking god. Jongen, wat een leuk spel is dit zeg. Nou, woehoe. Nou, ik hoop dat die sleutel op dezelfde plaats zit. En als dat niet zo is, dan heb ik pech gehad. Dus we lopen daar gewoon eerst nog heen en kijken of die sleutel er ligt. En dan kunnen wij, door de deur die ik net al helemaal aan het begin van het vorige rondetje ding vond. En ik hoop dat dat monster hier nu niet weer zit. Ik denk het wel. Nee, dit keer niet. Maar hij is... Oh, de sleutel ligt hier. Oh nee, het is random generate. Kut. Waar? Waar? Oh, wow. Ren. Nee. Oh. Oké, dat was hem nog een keer. Ik ga het nog één keer proberen. Ik zal hem moeten het spel uitspelen. Dit vrouwtje heeft voor mij weer last van astma. Echt iedereen met tegenwoordig een horrorspel heeft last van astma. Ik denk dat een heleboel weten waar ik het over heb. Als je rent en je kan niet meer rennen en dan dat hij daar moet op adem komen. Dat is bij mij astma, althans dat vind ik dat het astma is. Ligt hier een sleutel? Nee, hier ligt geen sleutel. Een beetje jammer. Nou ja. We moeten maar even zien waar we die sleutel kunnen vinden. Ik vond het trouwens wel super vet dat ik die sleutel gelijk net al super rete snel vond. Oké, hebben we hier een sleutel? Nee, hebben we hier een sleutel? Nee. Nou, gaan we weer terug. Ik hoop dat ik even snel die sleutel kan vinden en dat ik zometeen niet meer de pleuren schrik van dat monster. Wat is het überhaupt? Van Kettingzaagman. We noemen hem gewoon Kettingzaagman. Oké. Kettingzaagman, ga maar alsjeblieft. What the fuck, wat is het eigenlijk voor plaats? Ik snap ook niet wat voor plaats het is. Misschien is het wel een beetje op Saw gebaseerd of zo, weet ik veel. Ligt hier een sleutel op de grond? Nee, het is hier trouwens rete donker. Waarom zou het iets zo donker zijn en hebben ze hier allemaal lichten? Nou ja, daar ga ik voor de rest niet overheen. Ik ben niet degene die het heeft verzonnen dat ze daarover een lichte plaats. Dan kunnen we een stukje rennen, hartstikke leuk. Super vet. Yeehaw! Ze rent trouwens wel alle Jezus raar, net een konijntje. Wop. Wop, we gaan kijken of we Kettingzaagman kunnen overwinnen. We gaan kijken of... Wow.
Wow. Oké. Dat was Ketting Zagman weer. Oké, we gaan nog één keer proberen. Ik zou hem moeten het spel uitspelen. Ik weet hoe de sleutel de mensen eruit ziet. Want dat was echt van toevallig dat ik dat de eerste keer gelijk vond. Dus we gaan nog één keer kijken of een Ketting Zagman kunnen overwinnen. Of hier de sleutel... Nee, hier ligt helaas geen sleutel. Het is trouwens wel een hele mooie plaats voor een sleutel. Maar helaas ligt er geen sleutel. Dat had ik wel een beetje gehoopt. Dus hier... Oh, we gaan misschien winnen. We gaan misschien winnen. We moeten hier... Ja! We hebben het spel uitgespeeld. Oh mijn god, dat was trouwens een spel wat in 48 uur was gemaakt. Wat ik had gelezen op de... Op de website. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog voor de support. Laat een leuke reactie achter in de comment section. En als je nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel op het knopje abonneren dat hier beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte op alle video's. En vandaan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is doei mensen!